En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heer. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. En wil binnen de bebouwde kom een maximum snelheid voor e-bikes van 20 kilometer. Wat vindt u ervan? Ik zou het wel prettiger vinden. Ja? Ja. Nou, in de bebouwde kom vind ik prima. Ja? Ja, ben ik helemaal mee eens. Oh, dat vind ik prima. Ja? Heel goed. Ja? Ja. Waarom? Kijk eens. Een paar keer aangereden geweest. Dan praat het wel anders. Nou, ik vind dat niet zo nodig. Nee? Nee. Ik bedoel, als ik zonder elektrisch fiets, dan fiets ik soms ook harder dan 20 km per uur. Ja. Ik heb geen e-bike, maar een beetje langzaam. Maar wat? Denk. Ja, vind je dat in de stad? Ja, ik denk het wel. Ja? Je moet een beetje met verkeer mee kunnen. Hè? Waarom vind je dat prettiger? Om wat rust te creëren, ook voor de ouderen. Ja. Dat ze niet overal maar moeten kijken, oh, daar komt er weer eentje. Ja. Zouden ze die fietsen moeten beperken op een bepaalde maximum snelheid? Want ze worden ook opgevoerd, hè? Ja, ja zeker. Die sommigen wel. Vooral die jonge mensen die ermee naar het werk gaan. Ja, ja. Daar zou het heel goed voor zijn. Voor ons maakt het niet uit, want wij gaan niet zo hard. Ja, uiteindelijk ligt de keuze bij de mensen zelf, hè? Ja. Hoe hard ze willen. Dus. Mensen hebben niet gauw in de gaten dat ze dus zo snel gaan. En ze reageren wat minder. Ja. Leeftijd gaat toch een rol spelen. Dat is zo, hè? Daar weten we alles van, hè? Ja, weten we alles wel. Dan hebben ze vaak hersenletsel, die mensen. Ja. Zou een helm verplicht moeten zijn? Dat zou niet slecht zijn, want ik draag zelf ook een helm als ik echt ga fietsen. Die zit erbij, die heb ik. En die heb ik altijd al. Oh, maar ik hou niet van helms. Niemand. Want dan krijg ik van die platte krullen. Ja, ja. En wat is daar prettig aan? Want ik hoorde net een mevrouw zeggen, dan komen mijn krullen in de war. Ja. Precies, dat was vroeger al zo, hè? Ja, ja, ja. Maar ja, wat is het belangrijkste dan? Hè?